fietsengraveeractie in Maarsebroek. Wat is daar de reden van? Nou ja, afgelopen jaar ten opzichte van vorig jaar zijn er toch wel wat meer fietsendiefstallen geweest. Om mensen in ieder geval goed voor te lichten over goed fietsen op slot te zetten en dergelijke, houden we deze actie. Van wie is het initiatief om deze actie te doen? Het is een samenwerking vanuit de gemeente en politie en het graveerteam die helpt daarbij. En het is voor de inwoners gratis? Ja, het is zeker geheel gratis. Ja, ja, je krijgt gratis voorlichting en je fiets wordt gratis gegraveerd. Vertel eens wat over die voorlichting. Wat vertellen jullie dan zoal aan die fietsers? Nou, hoe je het beste je fiets bijvoorbeeld op slot kan doen. Dat je fiets wordt sowieso ook gecontroleerd op of je fiets niet al gestolen is. Hè? Want dat kan natuurlijk ook voorkomen zonder dat je dat weet. Heb je enig idee wat voor soort fietsen het meeste gejat worden? Nou ja, dat verschilt eigenlijk wel. Het zijn over het algemeen wel wat nieuwere fietsen die gestolen worden. En ja, de laatste tijd is het ook wel de elektrische fietsen die ook wel een beetje gewild worden. Dus daar zien we ook wel een lichte stijging in. En hoe groot is de belangstelling vandaag? Ja, heel groot eigenlijk. Mensen staan soms in de rij. Jullie doen wel meer ludieke acties, want jullie hadden in het voorjaar hadden jullie iets met zadelhoesjes. Zet hem vast of zo, hoe zat dat in elkaar? Ja, nou dat zijn de zadelhoesjes, gewoon de fietsen die geparkeerd staan hier over Biezelspoor en eigenlijk in heel Maarsebroek. Daar doen we zadelhoesjes omheen om mensen te attenderen en dat mensen goed de fiets op slot zetten. Hebben jullie enig idee in de cijfers welke kern nu de meeste fietsen verdwijnen? De laatste tijd kan ik vertellen, in ieder geval in Breukelen en Opburen is eventjes geweest. En natuurlijk, ja, Biezelspoor, daar zijn gewoon heel veel fietsers en ook door het winkelcentrum... Daar worden toch wel de meeste diefstallen gepleegd, ja. Ja. Oké, dus het advies is, zet hem op slot, laat hem graveren en laat hem niet slingeren. Nee, dat vooral, zet hem ook goed op slot. Het beste is met een kettingslot goed op slot doen en dan het liefst om een vast object heen. Zodat hij ook niet zomaar opgetild kan worden en in een busje gezet kan worden. Jullie hebben cijfers van fietsendiefstallen, maar daar is iets mee. Ja, nou ja, het blijkt toch wel in de praktijk dat niet altijd aangifte gedaan wordt van een fietsendiefstal. Dat is toch wel heel erg belangrijk om dat wel te doen. Zo krijgen we inzichtelijk waar de diefstallen precies gepleegd worden. En dan kunnen we natuurlijk daar ook inzet op plegen. Dus ik roep mensen wel op om ook in ieder geval aangifte te doen van als hun fiets gestolen is. Maar dat kan volgens mij voor een fiets online, hè? Dan hoef je niet voor naar het politiebureau. Ja, als er verder geen daderindicatie is, dus er is verder geen zicht op een dader of iets dergelijks, dan kunt u dat inderdaad gewoon via politie.nl kunt u dat doen. Ja. Dus het is een kleine moeite? Het is zeker een kleine moeite, ja. Dus vooral doen, want dat helpt echt.